Om de GGD te helpen met bron- en contactonderzoek werken we hard aan een app. Maandag was ik in Vught, waar de app getest wordt bij een testcentrum van Defensie. Als je de app straks installeert, krijg je de melding als je dicht bij iemand bent geweest die corona blijkt te hebben. En dat werkt niet met locatiegegevens, maar met Bluetooth. Het gaat namelijk niet om waar je was, maar om hoeveel afstand je had tot iemand die later besmet blijkt te zijn. Je privacy moet gewoon goed beschermd zijn. En die app moet goed werken. Die app moet namelijk alleen alarm slaan als het ook echt nodig is. En dat is goed om dat allemaal zorgvuldig te testen voor we de volgende stap gaan zetten. Eind juni willen we de app in de praktijk gaan testen. Het vuurtje uit kunnen trappen wanneer dat virus weer ergens oplaait. Om dat zo snel mogelijk te kunnen doen, testen we nu iedereen met klachten. Sinds 1 juni hebben er al ruim 100.000 mensen een afspraak gemaakt bij de GGD om zichzelf te laten testen. Ben je benauwd, hoest of snotter je, of heb je koorts? Bel dan de GGD en maak een afspraak. Zo weet je snel of je zelf corona hebt en of je omgeving gewaarschuwd moet worden. 0800 1202. Samen bereik je meer en daarom werken we samen met Duitsland, Frankrijk en Italië om zo snel mogelijk tot een vaccin te komen. We tekenen een contract met de farmaceut AstraZeneca. Zij werken hard aan de ontwikkeling van een vaccin. En als ze dat gaat lukken, komen er vanaf eind dit jaar stapsgewijs in totaal wel 300 tot 400 miljoen vaccins beschikbaar. Tegen kostprijs. Andere landen in Europa kunnen onder dezelfde voorwaarden meedoen. Dit is het eerste contract wat we tekenen, maar we zijn al in gesprek met andere ontwikkelaars. We wedden namelijk op meerdere paarden tegelijk, want deze investering is niet zonder risico. Je weet nooit welk vaccin ook echt door alle tests komt en als eerste beschikbaar is. Heel belangrijk dat we deze stap kunnen zetten. Want pas als we een vaccin hebben, zijn we als samenleving echt beschermd. En tot die tijd moeten we ons aan de afspraken houden. Thuis blijven als we ziek zijn, testen als we klachten hebben en ja, die anderhalve meter afstand blijven houden. Ook in dit mooie weekend. Wij kunnen misschien wel klaar zijn met dat virus, maar dat virus is nog lang niet klaar met ons. Zo, dat was het weer voor deze week. Volgende week weer een nieuwe vlog en voor nu, goed weekend.